IFL in Almere zijn we vandaag met de enige echte Joop Ubeda. Hallo, welkom. Ja, lekker. Alleen een beetje stress hier, hè? Ik hoor het een beetje. Druk. Maar vertel Joop, jij bent hier vandaag met je eigen talentjes, hè? Ik ben hier met 15 vechters van Ubeda Sports. Ja, er zijn er twee of drie zijn er door. En dan moeten er nog een stuk of vier, denk ik. En hoe was dat de score? De score, hè? Twee gaan er verder. En de rest is allemaal net verloren. Maar ja, dat is hakken. 'S morgens om 5:30 opstaan en valt niet mee voor de kids. 450 deelnemers, hè? Ja, maar we moesten om 5:30 weg. En dus, het is hier ook 2 uur te laat begonnen. Dus de kinderen zijn al wat door moe, kijk rond. Wij zitten in Nijmegen, op de eerste Alwezenlaan. En hoe het met ons is, de kinderen en de volwassenen hangen met de benen buiten. We hebben een veel te kleine ruimte. Of een kleine ruimte, is 115 vierkante meter. Maar ja, in Nijmegen is het niet zo snel om iets anders te krijgen. Buiten Nijmegen, hier, bij mij staat hier de Waalbrug en de Stevenstoorn op de bos. Buiten, ik wil er niet begraven worden buiten Nijmegen. Of helemaal niks. Nijmegen, dat is geen mooiere stad, geen oudere stad in Nederland als Nijmegen. Je maakt me bijna boos. Nee, voor die vergunning bedoel ik. Voor die vergunning? Nou nee. Als ik voor een vergunning weg moet in Nijmegen, dan steek ik die vergunning maar in de reet. Nee, dat hoeft je niet uit te knippen. Ik ben gewoon zoals ik ben. Oké, Joop, even over die nieuwe boel van jullie. Ja. Nou, we hebben de NKF opgericht. Er zit een Moevedel bij, een Jelle van Petres. Nou, praat door, ik geef hem. Hassan Adbassou. En dan Sheryl Jacobs. En Bas Huizen komt er nog bij. Dus dat komt wel goed. De Nederlandse kickbox? Federatie. Maar we worden op allerlei manieren tegengewerkt. Ik hoef jou niet te vertellen door wie, hè? Nu al? Ja, door jouw vrienden. Door die twee heavyweights. WMTA. Ja, zoiets ja. En die zitten samen met AVG. Ik heb al bij Jan Verlooy geïnformeerd of wij aansluiting kunnen krijgen met AVG. Dan begint hij over losse bondjes en ze schrijven slecht over hun. Dat ze slecht schrijven, Moevedel en Rashid en jij onder andere. Zou jullie geboekt worden? Ja, maar we komen er wel hoor. Ja, we gaan wel. Ik schat in, over een jaar hebben we al die grote galas in Nederland. 1000%. En de jureleden en de scheidsrechters zijn ook heel duidelijk. Afgelopen week heb ik verschillende filmpjes toegestuurd gekregen. Met de vraag, Joop, kun jij dit eens even beoordelen? Maar ik kwam toch stevast door met een andere uitslag. Dus, maar als je heel scherp naar kijkt, dan komt dat wel goed. Nou, eigen bond, we hebben een bond met z'n allen. Ik ga 22 maart naar Abu Dhabi. Ik ga 11 juni naar Thailand. Ik ga april naar Oostenrijk, naar Wenen. In oktober naar Stuttgart. In november naar Hamburg. En in het buitenland ben ik nog wel even bezig. Dus je, gelukkig sta je nog wel in de ring? Alleen in het buitenland. Ja, alleen in het buitenland. In Nederland heb ik er zin in om elk weekend weg te zijn. Ik heb ook vechters, hè, zoals je ziet. Dus, wat is onze favoriete? Nou, dank. Onverslagen ben jij als favoriete. Onverslagen, dankjewel. Hoe vond jij het gevecht wat je net geleverd hebt? Wat was je tweede gevechtje wat je vandaag geleverd hebt? Je hebt goed zijn best gedaan. Nou? Wel goed gaan. Wel goed gegaan. Siano. Siano. Even duidelijk. Siano Teunissen. Thompson alert. Yes, sir. Ja, die Amsterdammers verstoren altijd de hele boel. Vee heb net gewonnen. Opgave. Wat vond je ervan? Leuk. Heb je goed geluisterd naar de trainers? Ja. Zo hoort dat. Dan win je een partij. Kimberly is ziek geweest en die was vandaag weer helemaal leeg. Die heeft er eigenlijk weer helemaal leeg geknokt. Ja. Ben je nu nog moe? Ja. Ja. Dat is nog moe. Zo moeten we praten. Devlin, draai even om. Het is een ronde verder. Leg even uit wat je gaat doen. Winnen. Hij gaat goed naar de hoek luisteren, dan gaat hij ook winnen ook. Ja? Ja. Colin heb de vorige keer ook duidelijk gewonnen. Ja. En voor de eerste keer moet ik zeggen, voor de eerste keer heb jij voor 100% geluisterd naar de hoek, toch? Sinds je verkeering hebt, is je ook veel een stuk vallen met vechten. Praat er niet veel, die vechten. Nee, de man is niet van hier. Ik er even willen praten. Ja, hij wel hier. Ja, samen wie je bent. Ik ben Gino van den Broek. Ik moet nog vechten.
Dit is waar uw arrobaantje, die hebt altijd ruzie met men. Ja. Altijd maakt ze ruzie. Ja. Nou, dat is, dat is met Nederlanders, hè? Die luisteren nooit. Dag Fem. En jou, oh sorry, hier heb je Jenna, Nicky en Jill. Ja, maar wij zijn vrij. Je hebt niet kunnen vechten, want je hebt straks de Vitaflex in de ogen gekregen, Vitaflex. Dus dat is hetzelfde als traangas. Dus helaas kon ze niet vechten. Jenna op punten verloren. Voor de eerste keer. Jill op punten verloren. Dus hoogst sporadisch dat ze verliest, want die wint bijna ook altijd. Dus dat was het. En Job, de medetrainer is hier. Cheryl Jacobs. Ja, stel je even voor. Ik ben Charles Jacobs. We zijn met z'n vijven vandaag dus. We zijn met z'n vijven vandaag. Mariska. De vijf trainers, ja. Mariska. En jullie geven ook gewoon les in de gym. Kom maar. Dus. Mariska, kom op. Ik draai wel. Draai om. Dag. Nee, ik kan eigenlijk van. Hoi. Hallo, hallo, hallo. Hallo Mariska, kom maar van boord. Hoi. Ja hoor. Bas en Thijs. Er zijn ook de trainers erbij. Even toch niet plakken. Nee. Ik heb van niks te zeggen, we blijven toch niet plakken hier. De lui hebben niks te zeggen. Nou, dan gaan we nou een foto maken. Nou, maak maar een foto dan. Ja, succes bij dat wel. Wat is er met je voorhoofd gebeurd? Oh, dat weet ik zelf niet. Ik heb een plekje hier. Ja. Boeven, dat is ook hoeveel niks te zeggen. Ik heb al gezegd dat ik een foto over. Ik denk dat misschien hier gekomen. Jij ook, Alice. Bedankt en tot ziens, schat. Wij hebben zelf 1 juli in Nijmegen, demo's en jeugd tot en met 12 jaar. En dan hebben we 2 juli in dezelfde sporthal in de Dennenstraat in Nijmegen. Hebben wij de jeugd vanaf 13 tot 15 jaar, plus nieuwelingen C-klasse, B-klasse en 3 A-partijen. Is dat Uberensport? Van Uberensport, ja. Oké, wat kunnen mensen kaarten aan de deur, want bij ons is de aan de deur net zo duur als van voorverkoop. Dus 20 euro aantreden tegen die tijd. Ja? 1 en 2 juli. In sporthal de Dennen op de Dennenstraat. Kunnen deelnemers zich nog opgeven? Altijd via de WFSA. We moeten gaan, we moeten gaan. Dankjewel, doei. Nee, ik kom hier voor mijn zoontje die moest vechten, vandaar ben ik hier, klopt. Hij heeft net verloren tegen een heel ervaren jongen, die heeft 13 partijen weg. En hij past de 3e partij, dus hij heeft goed gedaan, punten verloren, helaas. Hij is net 14. Welke chips heeft hij? Ben Kreesen. Hallo. Het ging wel goed, ik had goed geblokt, goed gecounterd, maar hij had meer combo's. En daardoor had hij toch wel gewonnen. Hij was wel meer ervaren, 15 partijen had hij gevochten. Maar toch, ik heb 3 partijen, maar maakt niet uit. Dankjewel. Yes. Klopt, wij zijn een paar oude juryleden, scheidsrechters, een nieuwe bond begonnen, ja. Ja, we zijn pas begonnen, ja, klopt. We hebben pas 2 wedstrijden gedaan. Ja. Ik ben blij dat er een nieuwe bond is met favorieten van het publiek. Ja, dat klopt. Ja, dat weten we nog niet, maar we zullen zien in de toekomst, kijken wat de toekomst brengt. Ja, is goed. Dankjewel, jij ook. Succes met je zoon. Ja, dankjewel. Ja, dat is het belangrijkste. Toekomst, hè. Ja. Ja, dankjewel. Succes, jij ook. Doei.